zijn hier bezig met een aantal begravingen, een soort massagraf wat hier ligt. En het vermoeden is, en dat is eigenlijk wel vrijwel zeker, dat dit militairen zijn die gediend hebben in het Franse leger bij het beleg van 1794 van Den Bosch. Ze hebben waarschijnlijk gelegen in het militair hospitaal. Nog ooit eentje helemaal in elkaar gelegd? Ze worden op zich allemaal, de skeletten die wij bergen, die worden allemaal geborgen in dozen, zoals ik al zei. En die worden per helft worden ze in zakjes gedaan. Dus die worden dadelijk op tafel helemaal uitgelegd. En dan kijken we welke losse botten er in de omgeving lagen op een diepe niveau. En die gaan we dan kijken of we hierbij horen. En dan worden ze bekeken op ziektes en alles. Ja. Als de botten uit de grond komen, dan zijn ze meestal wel vuil. En dan moeten ze eerst gewassen worden. En dat doen we hier in het laboratorium. Wat er dan nog uitkomt, eraan zit, dat wordt dan netjes afgewassen. En daarna drogen we de botten weer. Als die botten zo in een zak komen, dan gaan we ze schimmelen. Ze moeten eerst goed droog zijn, voordat we ze weer kunnen opbergen. Hier is allemaal tandsteen te zien. Maar dat komt omdat deze kant niet gebruikt kon worden, omdat hier een absces zit. En aan de andere kant is dat niet zo. Dus deze persoon moest aan één kant kauwen, omdat hier een absces zit. Kijk eens nu naar de bekkenhoek, of die mannelijk of vrouwelijk is. In het algemeen. Plus 1. Dus hoe duidelijker een S-bocht, hoe mannelijker en hoe platter de bekkenkam, hoe vrouwelijker. En hier zit een duidelijke glooiing in. Dus dit is ook weer een mannelijke eigenschap, of een mannelijke kenmerk.
Ja, tijdens de opgraving hebben we een kuil gevonden met allemaal los botmateriaal. Dus wat we nu hebben gedaan is alle botten, bottypen hebben op soort gelegd. Dus links en rechts, allemaal op soort. En nu proberen we aan de hand van al deze losse botten, proberen we te kijken welke botten passen nog bij de skeletten. En er zit niet in elke doos een compleet skelet. Soms zit er een half skelet maar in. En de andere helft ligt dan ergens anders of is niet opgegraven. En het komt ook voor dat er bijvoorbeeld bij een skelet twee delen van een onderarm ligt. Dus twee dezelfde bottype. Dus dat kan voorkomen. Dat is dan van iemand die uit het graf erboven afkomstig is. Of een bot uit het graf eronder. En is dan per ongeluk mee opgegraven. De arm ligt gewoon naar beneden. Tenminste van links. De rechterarm. Mijn linker heb ik helemaal geen... Links heb je wel armen, maar rechts niet, denk ik. Want rechts is niet getekend. Oh, rechts heb je wel. In het massagraf lagen 8 pijbeenderen waarbij amputaties zijn uitgevoerd. Hier zijn de dijbenen te zien, of de onderzijde van de dijbenen. En ook bij een onderarm is een amputatie uitgevoerd en bij een kuitbeen. Nou, die amputaties zijn heel strak uitgevoerd. Het is ook uitgevoerd bij een vrouw, van 14 tot 16 jaar. En die amputaties kunnen te maken hebben met een kogelwond. Er zijn 7 kogels gevonden. Bij 2 individuen lagen ze tussen het skelet. Er zijn 2 kogels gevonden en de rest is los gevonden op de opgraving. Maar amputaties kunnen ook zijn uitgevoerd als iemand bijvoorbeeld een huidbeschadiging had door vallen of stoten. En waarbij een infectie is opgetreden, die is gaan etteren en enige manier... om nog te overleven was dan maar het been of de arm te amputeren. Die hebben jullie niet gevonden daar? Nee, die gebruik ik om te kijken naar de vingerkootjes. Welke, ik weet de grote vingerkoot weet ik wel, maar de kleine, de uiteinden, die check ik altijd even met mijn nep rechter plastic hand. Ja. Atlas en het draaier. Die zitten net om je schedel, aan de kant. Boven neer. En daar komt de verf op. Wat ben je nou wijzer geworden van de skeletten die je dus gevonden hebt en nu helemaal uitgelegd hebt? Wat ik wijzer ben geworden? Nou, ik weet nu meer over de individuen die we hebben opgegraven. We zijn uitgegaan dat het soldaten zijn. Nou, wat me opvalt is dat het merendeel van de skeletten die we hebben opgegraven, dat het ook jonge mannen zijn. We hebben nu 57 mensen onderzocht en daarvan zijn er 4 vrouwen. Het allerjongste individu is 12 tot 14 jaar, is niet ouder geworden. Daarvan kan ik niet zeggen of het een man of vrouw is, dat moeten we met DNA bepalen. Maar het merendeel zijn dus jonge mannen die tussen de 20, begin 20, eind 20 zijn overleden. Wat hier op tafel ligt, is ook een jongeman.
Dat is een volwassen man toevallig. Maar zijn leeftijd moet ik nog vaststellen aan de hand van de degeneratie van het spongiosum. En dat heb ik nog niet gedaan. Doen jullie nog iets met DNA? Alleen de jongste individuen waarvan we het geslacht niet kunnen bepalen, daar, bij die individuen gaan we DNA-onderzoek doen. En dat zijn er twee tot nu toe. Ja.